Nou, opzouten. Kom, de auto uit. Mijn moeder. Hallo, ik sta nog eerst, hè. En nu? Hoi! Van onderen! Waarom moet hij altijd gay doen? Dat is heel, hij moet altijd gay doen. Een hele goede morgen en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ella die ligt nog te slapen, maar ik ga er alvast uit, want ik moet gaan editen. Want ik ben tegenwoordig natuurlijk dagelijks vlogger. En ik moet vanmiddag om 12 uur moet gaan sporten. Dus dan moet ik wel gewoon even zorgen dat ik daarvoor al heb geëdit en heb geüpload. Anders dan moet ik allemaal weer naar huis. En dan, als ik zeg maar na 12 uur nog moet gaan editen, ben je ook weer tot 2 uur bezig. Dan moet je nog uploaden. Dus dat werkt allemaal niet. Dus ik dacht, ik ga er gewoon even lekker vroeg uit. En dan ga ik alvast editen. Maar goed, ik ga vanmiddag sporten en na het sporten ga ik richting Naarden. Want daar wordt mijn moeder geopereerd aan haar heup. En dan ga ik eventjes kijken hoe het met haar is. Dan ga ik eigenlijk gewoon op bezoek. El! Stoutrik! Ga jij eens eventjes lekker een ontbijtje voor mij halen? Nee, ga even mee. Lui, kind. Ik ben druk. Je zit dit ook je vlog te editen. Het enige wat je zegt... Hey Rom, lui. Oh, ik ben lui. Oh, ik ben lui. Oh, wat ben ik lui. Nee, ik zou het super, de super, super, super... Jij moet toch heel, heel lief voor mij zijn door je cadeautje? Maar jij moet ook alsnog lief tegen mij zijn. Ja, maar niet gelijk de eerste dag. Zou jij alsjeblieft voor mij een bakje magere kar kunnen halen met een banaan? Ik zie er eigenlijk echt niet uit. Hoezo niet? Nou, ik heb geen make-up op en ik sta niet in mijn meest charmante kleding. Nou, ik vind het wel leuk. Hoezo? Jij krijgt nooit haatcomments. Mensen vinden jou allemaal hartstikke leuk. Laat maar weten in de reactie, jongens. Wat ze... Nee, iedereen vindt jou altijd leuk. Hey ho, let's go. Wij gaan naar Haarlem en ik ga sporten en jij gaat... Nou, hoe zie ik eruit? Ga je ook sporten? Ja. Nou, wat fijn. Dit is de eerste keer weer in het nieuwe jaar dat ik ga sporten. Kijk. En ook wel lang geleden. Wat? Nee, sorry. Ik had al doorheen. Wat wil je zeggen? Ik was geïnspireerd door deze trui, want deze had je altijd aan. Toen dacht ik, oh, het staat je wel goed. Deze heb ik echt nog nooit aangehad. Wel. Ja? Ja, want die duurt er altijd op die cargo, dan vind ik je net een boom. Oh. Nou, ik ben dus een boom. Yay! Ja, maar je gaat een bruine trui aandoen op een groene broek. Ja, maar ik wil heel graag een boom zijn. Ja, nou, dan moet je vooral lekker... Ik mag niet heel veel zeggen trouwens, kijk hoe ik erbij ben. Ja, jij bent één grote tak, jij. Weet je wat ik dus... Ja? Wat me altijd opvalt, als ik naar jouw vlogs kijk, dan zit ik altijd zo. Ja, ik weet niet, dat doe je zelf. Ga even mooi recht zitten. Nou, ik wilde eigenlijk zeggen, mijn moeder belde me vanochtend dat ze dus inderdaad al de operatie heeft gehad. Het is goed gegaan en ze is nu wel heel erg moe. Ze zegt dat haar been heel ongemakkelijk en een beetje lammig voelt. Dus ja, ik kan me wel voorstellen, als er opeens een hele nieuwe heup in zit, dan lijkt me ook een beetje gek. Allemaal. Misschien dat ze nog een nachtje moet blijven slapen, dat weet ze nog niet zeker. Maar ik ga dus vanmiddag daar langs. En mijn moeder zei ook nog dat een fysio kwam en zo. Ja, wel fijn dat het goed is gegaan. Ja, ja, nee, is toch chill? Ja. Nou, ik was zeg maar niet zenuwachtig, maar het is toch niet chill. Zoals je weet dat je moeder in het ziekenhuis ligt en een operatie heeft gehad. En ze dan hoort van de doktoren dat het gewoon allemaal goed is gegaan, is toch fijn. Nou, opzouten. Kom, de auto uit. Er zit een wimper bij je oog. Ander oog. Is hij weg? Nee, hij zit hier. Weg! Hey, veel plezier met sporten. Niet te veel gewicht doen. Ja, ik moet even bulky worden, hè? Ja, bulky. Doe maar niet zo bulky. Heel veel mensen zeggen allemaal in de comments... Ella moet niet 10 kilo afvallen, dat is veel te veel. Is ook zo, schat, want je ziet er fantastisch uit. Nee, maar ik heb in verhouding heb ik best wel veel kilo vet. En dat moet eraf. Ah, nou. Dus je moet gewoon omzetten in spieren, maar ja. Komt helemaal goed, schat. Later! Ja, dag! Zal ik aanrijden nu? Doei! Oh, jongens, ik heb nog 7 kilometer op de tank staan. En Healthy Bastards naar Heerde is nog 5 kilometer. Dus als ik klaar ben met trainen, heb ik 2 kilometer afstand om een tankstation te zoeken. Dus, gaat het lukken? Ja, moet wel lukken, denk ik. Ja, moet wel lukken. Kijk, ik heb me trouwens geschoren, jongens. Want ik zag mijn vlog te editen vanochtend. En als ik zo'n half baardje heb, dan krijg ik echt een soort van dikkige kop, weet je wel. En als ik nu gewoon scheer, dan heb ik een beetje, ja, vind ik zelf, heb ik een strakkere kop. Maar met zo'n baardje ziet het toch een beetje smerig, onverzorgd uit. Dus ik heb lekker geschoren, jongens. Veel beter zo. Ik zal gewoon brotten met de camera. We moeten doorpakken dit jaar. Hit. Echt? Weer 79 en nog steeds. Nou, schnitzels eten, patat, zuipen. Ja, maar wat wil je nou dat ik zeg? Ben je niet trots op me? Ben je niet trots op mijn...
Het feit dat... Ja. Mooi. Mijn lijf doet het goed, joh. Ja, mijn lijf doet het fantastisch. Ik heb een nieuw voedingsschema, snietjes eten. En... Ja, dat is mijn nieuwe schema inderdaad. Alleen maar snietjes chappen, maar weet je waar bier drinken. Nee, het loopt waar het klopt. Ik ben op tijd en niet eens een beetje op tijd. Wij staan voor elkaar, maar ik kom voelen ben voor jullie dat waard. Ja, dat is toch niet normaal? Maar we moeten het jaar goed beginnen. Dankjewel. Nou jongens, daar gaan we. Beltje vast. We gaan voor? Goud? Dit jaar. Oké, goed zo. Dan wil ik wel pareltjes zien. Jij krijgt pareltjes. Ja, oké. Okay. Auw! Shhh. Shhh. Ik moet zeggen jongens, het is wel chill om gewoon even te trainen. Ik voel me op een gegeven moment wel dik, ook al was ik niet aangekomen. Ik voel me wel dik. Losers! Zit je daar in zo'n hoekje? Maar ik moet wel zeggen, lekker vind, moet je maar even trainen. Ja. Iedereen denkt ook, wie praat jij? Hij zit gewoon in die hoekje pak. Ik was gewoon tegen deze fiets aan het praten. Je zit gewoon pak aan te slaan. Ja. Oh. Nee, maar wat ik al zei jongens, alleen maar schnitzels eten, bier drinken. Je bent een schnitzel! Dat voelt niet goed. Ik ben weer klaar met trainen jongens en ik moet zeggen, het is echt wel even lekker. Oh jongens, dit was wel echt nodig hoor. Mijn auto was zo smerig. Ik had hem zeg maar na de vakantie niet meer gewassen. Maar op de autobaan komen er allemaal steentjes omhoog en heel veel stof. En dat zou natuurlijk wat spuiten zodat je niet uitglijdt. Dus dit is wel even lekker. Och, kom maar jongens, kom maar. Zo jongens, hij is weer echt helemaal schoon. Ik vind het zo lekker, een compleet schone auto. Gewoon als hij weer helemaal weer fris is. Oh ja, die moet ik ook nog laten fixen trouwens. Kijk, dit is een lakschade. Maar Jim vertelde dat ze dus waarschijnlijk... Kijk, ze hebben het geschuurd, als je goed ziet. Maar anders konden ze, zeg maar... Ik heb ooit eerst een blauwe rep gehad. En toen werd het een beetje groenblauwig. Maar ze moesten dit eerst schuren voordat ze weer een rep op gingen doen. Anders dan krijg je, zeg maar, van die... Ja, dan wordt het bobbelig. Zo, maar jongens, hij is weer helemaal clean. Vanavond, ja jongens, het is eigenlijk echt vreselijk. Maar jongens, vanavond zie ik weer Gio. Ik moet gewoon weer Gio zien. Want we gaan vanavond samen naar Eindhoven. Want Boas die vroeg of wij wilden gaan komen springen bij zijn nieuwe springpark. Hij heeft een heel nieuw springkussenpark. Wij gaan daar gezellig langs. En dan gaan we even lekker met z'n allen bouncen. Lekker springen op de springkussens. Heb je er weer. Oh, sorry, hij moet open. Dat wist ik niet. Kleutertje? Ja. Hoe ging het sporten? Geweldig. Ja? Ja. Heb je lekker gewicht getild? Nee, joh. Nee? Wat dan? Een beetje van alles wat. Ik ga eens even een hele mooie zonnebril op doen. Doe jij eens even een hele mooie zonnebril op? Doe eens even op. Boah. Zo hé. Nou, goed. Broodje halen, ja, we gaan even kijken of we ergens broodje kunnen halen. En we gaan richting huis. En dan ga ik naar mijn lieve moedertje. Ja, ga ik mee? Dat denk ik niet. Ik denk niet dat het handig is. Dan leef ik gewoon thuis. Er mogen maar twee mensen op bezoek komen. En mijn pa die wil ook nog gaan. Ja, daarom. Oké. Okay. Dat is al niet zo handig. We zijn weer terug thuis. Thuis in ons huis. In het huis der huizen. In de thuis. Nou jongens, we hebben het opgelost. We hadden natuurlijk trek, maar we hebben een broodje besteld. Dus als het goed is, komt die nu aan. Over 10 minuten. Dan ga ik snel even douchen. En dan ga ik richting mijn moeder. Want om 3 uur heb ik bij mijn moeder afgesproken. En het is in Naarden. En het is momenteel 2:30. Dus dat is perfect. De planning is perfect. En dan gaan we vanavond lekker bouncen. Dag, dag. Ga ik doen. Eldie mag niet mee, want er mogen maar 2 mensen op bezoek komen. En mijn vader die komt ook nog vanavond of vanmiddag. Dus ja. Ik ben dan de eerste, daarna komt mijn pa, dus dan kan Ella helaas niet mee. En kijk eens eventjes jongens, ik heb de trui aan die Ella mij gisteren heeft gegeven. En hij staat me goed, ik ben er blij mee, ik ben er echt heel erg blij mee. Ik was eerst een beetje aan het twijfelen over de lengte, weet je wel, maar hij hoort heel erg, een beetje, zeg maar, hoe noem je dat, een beetje bomber te zitten zo. Dus ja, echt blij mee. Ik zat net een comment te lezen, iemand had gereageerd onder mijn video met... Ja, weet je wat het probleem is bij jou, of weet je wat jouw zwakte is? Dat je Gio en Antoon probeert na te streven, dat je... Zeg maar, hun probeert na te doen, maar... Weet je, het is, ik probeer helemaal niemand na te doen. Ik maak al muziek sinds mijn 12e. Ik maak al YouTube-video's echt al heel lang geleden. Vroeger, toen ik nog 9 was, toen ik ging snowboarden en zo, dat soort dingetjes. Kijk, ik snap wat jullie bedoelen misschien met van... Oké, jij gaat nu ook op, zeg maar, opeens wil je muziek maken. En opeens ga je ook dagelijks vloggen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Amerikaanse YouTubers... Iedereen doet elkaar na. En het is niet meer nadoen, maar het is gewoon heel moeilijk... Om echt iets heel unieks te hebben, zeg maar. Dus...
ja, ik vlog gewoon mijn leven, Gio vlogt zijn leven. Dus ja, wat moet ik nadoen dan, zeg maar? Daar zijn we. Ik heb geen idee waar ze ligt, maar dat kunnen ze me vast wel vertellen bij de receptie, hoop ik. Mevrouw, mag ik alsjeblieft naar mijn moeder toe? Waar is mijn mama? Oh. Nou, goed. We gaan naar binnen. Ze ligt dus bij de Bergman Kliniek. Hier is ze geopereerd. Maar ik moet me gelijk denken aan mijn operatie. Ik heb ze binnen eens ook een keer bij de Bergman Kliniek geweest. Voor mijn oog. Ik had een moedervlek in mijn oog. Die heb ik toen laten weghalen. Toen had ik 8 hechtingen. Sommige mensen weten misschien nog wel. Had ik toen ook een video over gemaakt. Maar dat was toen zo'n raar gevoel, jongens. Weet nog wel dat ze in mijn oog gingen snijden en zo. Bla, nou, ik hou erover op. Doe je nou net dat je binnenkomt? Ik doe net alsof ik binnenkom, ja? Oh, kijk. Kijk eens eventjes wie daar ligt. Mijn moeder. Oh. Hey, lieve nee, mama. Jongens, ik heb echt geen pijn. Het gaat helemaal goed. Het gaat heel goed, mijn mama. Ja. Ze is dus geopereerd aan haar heup, wat ik al zei. Want op vakantie maakte jij nog een grapje over. Kijk je moeder nou lopen. Ja, dat was geen grapje. Nee. Nee, ik ga wel een beetje normaal zitten hoor. Ik heb me ook al echt een beetje opgemaakt. Je hebt ook een infuus en zo. Oh. Heel echt. Maar mama heeft nu wel een nieuwe heup. Moet ik hem laten zien? Nee, doe dat maar niet. Nee? Nee. Huh? Nee, ja, het is heel raar. Ik zeg maar, ik zei ook tegen mijn moeder, zeg maar, een heup. Ik zou dan denken aan zo'n heel massief ding hier. Nou, je denkt dan aan je bekken. Ja, je denkt aan de, zeg maar, die... Je bekken zijn heel groot, maar je heup is eigenlijk gewoon zit in je been en... Ja, in die kom. Ja, maar het was echt maar het is heel gek. Het is maar zo'n sneetje. Dus blijkbaar halen ze iets weg en dan doet... Ja, ik snap het ook allemaal niet, maar goed. Ze heeft een nieuwe heup, dus ja. Dat is helemaal goed. En moet je eens even kijken, jongens. Deze kamer is echt... Ik zei ook, mama slaapt gewoon op een hotel, joh. In een hotelkamer. Meestal als je in het ziekenhuis bent, deel je of een kamer met meerdere mensen. Maar dit is echt hier. Hier heb je een badkamer en zo. Je kunt nog gezellig het lampje aandoen daar. Nee, je kan het lampje nog aandoen hier. Het is gewoon een hele hotelkamer. iPad. Een iPad. Met Netflix, Videoland en... Wat een luxe eigenlijk, hè? Ik wil eerst op mijn huis, maar ik denk toch dat ik een nachtje lekker blijf. Ja, mama moet waarschijnlijk wel een nachtje blijven slapen. Dat is normaal, hoor. Oh, dat is normaal? Dat is normaal. Maar jij wil naar huis? Ik wil eigenlijk naar huis. Ja. Ik twijfel nog. Ja, nou, ik zou lekker hier blijven. Maar de arts komt nog en als hij zegt van nou joh, ga lekker naar huis. Ik zou naar huis gaan, dan ga ik naar huis. En als hij zegt van nou, het is beter voor je om nog even lekker hier te blijven, rust te nemen, dan ga ik... Dan blijf ik hier. Ja, het is ook wel lekker om even hier... Dat lijkt mij, als je al geopereerd bent, dat je dan hier blijft. En dat je dan weet dat je gewoon verzorgd wordt. Patiënt zijn. Nee, maar wat je net zei, je hebt net een lekker pastaatje besteld. Dat is echt een hotel hier. Ja, pastaatje besteld. Ja. Ontbijtje had je gekregen. Anders moet papa het allemaal doen. En die moet het al lang genoeg... Want hoe lang moet je op krukken gaan lopen? 6 weken. 6 weken op krukken. Dat is best lang, hè? Poeh. Ik heb het thuis 2 minuten gedaan en toen was ik al klaar mee. Ja, op krukken lopen is echt wel zwaar. Maar ja... Maar... Nee, ik moet lopen. Ik moet het wel belasten. Dus je moet zo? Ik moet zo doen. En ik heb al met de rollator gelopen. Nou, wie zegt dat, hè? Op 50-jarige leeftijd. Ja, en dat ging goed. Want Hidde vertelde dat je maar 2 keer... Je kan maar 2 keer je heup doen, toch? Hidde moet zijn mond houden. Hidde, geen onzin vertellen, hè? Nee, maar het is toch, je kan toch 2 keer je heup doen? Nee, dan mag je onbeperkt doen. Oh. Maar het wordt steeds lastiger om het goed te doen. Wat vind je van mijn trui trouwens? Dat heb ik net al gezegd. Lief, hè? Ja, nee, dit zag ik gelijk. Echt super lief van Ella. Heel mooi. En mooi die kleur. Apart kleurtje. Ja, Ella had hem gekocht. Ze dacht eigenlijk dat hij bruin was. Oh, nou, dit is ze dacht dat hij bruin was. Dat is, zeg maar... Ella belde mij opeens. Ze zei van, ja, je cadeau valt even wat tegen. Dus ik dacht, maar ik wist niet wat het was. Dus ik zei zo, wat dan? Oh, ik vind dit echt mooi. Maar ze dacht bruin. Dan. Ja, ik vind het ook heel mooi. Ik vind het mooi. Een soort van grijs, groenig. Maar wel een heel mooi duur cadeautje, hè? Ja, zeker. Dan vindt ze jou wel heel lief. Ja, Ella vindt mij heel lief. Ja, ik jou ook. Nou, ik ga er weer vandoor. Ik ga jou hier achterlaten en je gaat hier ook slapen. Ik ga slapen. Tenminste, vanavond. Ja, nou. Gezellig dat je er was, schat. Ja, ik ga er weer vandoor, want ik moet wel even voor de file thuis, want dan sta ik in de file. Het voelt toch gek om jou hier achter te laten of zo. Nou, dat hoeft niet, want ik heb het goed naar mijn zin. Oké, nou dan is het goed. Ik hou van jou, lieve. Doeg! Doei, doei. Zo, en we zijn weer buiten, jongens. Het voelt toch gek om mijn moeder hier achter te laten, want ze moeten hier een dagje slapen. Maar ja, het voelt toch gek. Als het goed is, zit ze in een van deze kamers, maar ik kan haar niet zien, denk ik. Of wel? Zie ik het wel? Nee. Ze zit volgens mij in een van deze kamers. Oh, jawel. Volgens mij zit ze hier. Ja, ze zit hier. Ja, ik kan haar wel zien. Dag! Oh, het voelt heel gek om mijn moeder hier achter te laten. Zo zielig. Ze ligt hier dan in haar eentje en dan moet ze een nachtje blijven slapen hier. Maar het is wel beter. Ze wordt wel goed verzorgd. Ze mocht uitkiezen wat ze wilde eten vanavond.
Ze heeft zo'n tabletje, zo'n hele grote kamer, dus dat is wel chill. Dat is een fijn gevoel, jongens. Mijn moeder wordt wel goed verzorgd. Maar ik ga weer terug naar huis en ik ga een beetje opschieten, want anders sta ik echt vol in de spits. En dat wil ik niet. En Ella zit ook thuis. Dus ik ga weer lekker terug naar huis. Hey, jongetje. Wat ben je goed aan het koken, zeg. Oh, dan weet je wat ik even doe. Nou, doe eens even niet zo gek, joh, hey. Hoi. Hallo. Wat is het met je mama? Ja, goed. Alles is goed gegaan. Ze ligt op een hele mooie grote kamer. En er eentje ook. Ja, het is gewoon een hotel. Het is echt een hotel. Maar goed, El, wat ga jij maken? Wat ga jij maken, bedoel je? Ja, oké, ik ga het maken. Ik ga weer eens even een keer lekker, want ik ben natuurlijk eergisteren uit eten geweest, gisteren uit eten. En ook al eet je dan vlees en geen patat en zo, is het gewoon alsnog niet helemaal goed. Maar we gaan nu lekker mijn maaltijdje maken dat ik 2 maanden lang heb gegeten. Paprika, courgette. Kip en rijst. Nou, dan gaat het altijd in. Dus lekker koopje. Daar heb je hem dan, jongens. Het gerecht wat ik 2 maanden lang elke dag heb gegeten. Kip met rijst en groenten. Altijd goed. Het is tijd om naar Eindhoven te gaan. Eindhoven. Nee, die is niet van jou. Die is van mij. Nee, ook je tas van jou even. Oh. Even opnieuw. Het is tijd om naar Eindhoven te gaan. Want we gaan in Eindhoven springen. Lekker bouncen met Boas en met Gio en met Danique en Timo en met Ella. We gaan lekker bouncen. Het is alleen wel ver, jongens. Het is ongeveer 1 uur en 1 kwartier rijden. Daar heb ik niet zoveel zin in, maar het is wel gezellig. Dus we gaan naar Eindhoven. Kijk, jongens, hoe grappig dit is. We zijn dus bij een McDonald's en dit is echt nog zo'n ouderwets McDonald's ding. Kijk, McDonald's hamburgers. Waarom zijn wij bij de McDonald's? Dat ga ik lekker niet zeggen. Ik heb zin in een milkshake en Ella heeft ook zin in een milkshake. Maar kijk, het is heel gek. Ze hebben volgens mij deze echt nagemaakt als vroeger. Hoe het vroeger zeg maar in Amerika ook echt was. Kijk, ook met dit zo, heel gek. Maar wel leuk. Oeh, vituurlucht komt alweer mijn neus in. Er is zo'n serie op Netflix en dat heet volgens mij The Founder of zo, of The Founders. En dat gaat over de McDonald's. Maar kijk, daar in die serie zag je nou dat het inderdaad echt allemaal zo eruit zag. Echt dat Amerikaanse van vroeger. Wel dik. Jongens, ik ging net milkshakes bestellen. Ik zei, hi, mag ik alsjeblieft een grote milkshake aardbei? Toen vroeg ik aan Enzo, wat wil jij? Zeg ze, ja, een grote milkshake banaan. En een grote banaan, alsjeblieft. zou hij dat ook raar vinden of zou hij dat... Nee. Ik denk dat hij dat wel vaker hoort. Ja. Misschien heeft hij wel een hele grote banaan. Ja. Je weet het niet. Nou ja, die wil ik. Jezus, nou, ik ga de kamer weer uitzitten. Doeg! Doeg. Nou, daar zijn we. Bounce Valley Eindhoven. Potjandori, wat een pokkenente, dat Eindhoven. Kijk wat lukt. Oh, je slaat wel hard gelijk, hoor. Oh. 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 Ik ga nog best over, nog 1 keer. Doe hem vanuit een draai. Zeg maar dat je dit doet. Huh? Stop maar, dat is mijn record, want dan staat hij maar niet meer. Jezus. Jouw klinkt echt ziek hard. Woehoe. Oeh, maat, maar je bent wel in de buurt, hoor. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Hij ging goed, hè? Hij ging goed. Maar je voelt wel gelijk aan je pols. Maar nog maar 7 meer, dan heb je een record. Ja, ik laat hem nog heel even gewoon een beetje, zeg maar. Ja. Ik wil niet gelijk zo winnen. Zo, die deed pijn. Hé, hey, ga eens iets in 1 stap die kant op. En dan nu echt indraaien. Dus zeg maar vanuit je... Ik wil niet. Jawel, ik vind het leuk. Ik vind het leuk dat jij niet meer eerste staat. Hallo, ik sta nog eerste, hè? Ja, maar als je niet meer eerste staat. Nee. Oh. Ja, dit is zo leuk. Kijk eens trouwens wie er achter de camera staat. Hey. Ik ben hier ook weer. Ja, dat is echt lang geleden. Dit is oprecht denk ik bijna een jaar geleden of niet? Ja, als het niet langer is. Het is maar echt langer. Jij woonde toen nog bij Gio. En toen niet meer. Oh, dan is het wel. Oh, dan is het een jaar. Dat is echt lang geleden, ja. Maar we gaan lekker springen, hè? Chillen! We zijn momenteel al 1 uur in het park. En het enige wat we hier nog hebben gedaan is gebokst. En kijk, jongens. Ik heb de high score. Ik heb de high score. Ja, wil je nog een keer proberen? Ja. Ga er overheen. Deze haal ik al niet. Oké. Moi. Ah, hij was wel hard. Even een uurtje rust en dan pas ik zo meteen alweer. Oh, dat is echt leuk, jongens. Dit blijft, omdat je wordt altijd zo'n leuke competitie, dit. Gio, we hebben een soort van leuk contestje hier. Nee, ik ga je niet. Jawel, sla alsjeblieft 1 keer. Alsjeblieft 1 keer. Nee, 1 keer. Gewoon strak vast 1 keer slaan. Pak ze uit, kom maar goed. Ah! Hoe sla je? Ja, maar ik sla dus mijn armband zo. Nee, je moet zo doen, G. Je moet zo slaan.
Ja, maar zo moet je wel zeggen. Ja. Nou, dat vind je leuk, hè? Echt door zo'n klein kleur. Yeah! Yeah! Zo. Wow. Nee, ik glij uit. Nee, kom er niet. Nee, ik glij uit. Wat? Huh? Ja, maar ik heb geen handen. Yes! Niels eerste beneden is. Ik vind dit soort park altijd wel leuk. Zo! Huh? Gaat hij zo hard? Oh, dat gaat harder dan verwacht. Het ziet er zo lomp uit. Je kan elkaar dus lanceren hier. Zo. Laat mij dat ook eens proberen. En nu. Hoi, hoi, hoi. Ik ging veel te ver door. Sorry. Ja, daarom, je moet niet tukken. Je moet gewoon groot blijven. Stel ik me vast gaan, had ik het dubbele gedaan. Ja. Gaan we het dubbele doen? Nee. Dan ga je echt dood. Oh. Ja, jij kan twisten, toch? Doe even eerst één layout, zeg maar. Gewoon helemaal gestrekt dat je goed landt. Gewoon normale backflip. Ja, die was netjes. Oh, nee, nee. Zag je dat? Ja. Je moet de timing even goed hebben. Oh, joh! Je deed bijna dubbel. Het ging wel goed, hè? Eerlijk. Het ging beter dan ik had verwacht. Maar je had ook de vering perfect. Dan ga je, El. Jij moet het aan de andere kant. Nee, dit is jouw moment. Oh, ik bleef haken! Ja! Drie, twee, één. Oh, zo jongens, ik ben aan het zweten. Vorige keer dat we naar Zoetermeer gingen was ik ook echt lijp aan het zweten. Wat de fuck doet Mees daar bovenop? Hey! Stik je er doorheen, schat. Zwaar, hè? Ja, we moeten even bijkomen vooral. Straks mag je lekker een happy meal en dan mag je lekker het bedje in. Lekker slapen. Lekker happy meal. Hey, waarom zakt hij voor mij helemaal zo in? Ben ik nou echt zo... Ja, je bent gewoon zeg maar zo dik. Hey, ik voel die kou opeens in mijn nek. Oh, het zit wel lekker zo. Goed uitzicht van iedereen die aan het springen is, behalve Gio. Oh ja, daar gaat hij. Kijk! Ja, het gaat wel soepel. Van onderen! Oh, dit is best hoog. Oh! En dat is nog best wel eng. Oh. Het is weer helemaal donker. Het park gaat helemaal lek. Nou ja, lek, leeg. Het wordt leeg laten lopen. Of, dus laat het nu leeg lopen. Zo, ging niet helemaal lekker. Maar we gaan lekker naar huis. Dat is gezellig. Hou zelf op met vloggen. Wat een kut. Ja, dit, zeg. Hey, bedankt. Geen probleem. Was leuk. Nog een keer leuk. Wacht. Bedankt. Ik heb wat leuks voor jou. Ja, laat maar. Het is oké. Je bent echt awkward. Ja. Kijk. Nu mag je op je verjaardag gratis komen springen. Alsjeblieft. Hallo. Wil jij naar buiten? Nee. Oh, oh! Hij wil hem verscheuren. Waarom moet hij altijd gay doen? Hij moet altijd gay doen. Dat zou ik nooit doen. Nou, jij hebt... Zo jongens, wij zijn nu thuis, maar ik ben echt gesloopt. Weet je, je zit ook een uur in de auto, dan zit je zo met muziek op, zit je zo de hele tijd zo lekker vooruit te staren, trajectcontrole. En dan zijn we weer thuis en ik ben helemaal kapot na het springen. Lag je lekker half slapen of niet? Ja. Nou, wij gaan lekker naar bed. Oh. Vonden jullie nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, want we stijgen nog steeds in abonnees, jongens. En daar ben ik heel erg blij mee. Sowieso jullie support de laatste tijd is echt top. Echt. Jullie maken me echt blij, jongens. Dus jongens, ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Later!